Ik heb meer dan 2000 edelstenen. En daarmee kan ik wat eitjes kopen. Dus dat ga ik natuurlijk meteen even doen. En wat gaan we krijgen? We krijgen een bling. Ik hoef geen bling. Verder krijgen we weer zelfs. Oeh, wat hebben we hier? Wat is dit? Wat is dit? Dit is volgens mij een mutatie. Een mutatie van Carl. Oké, dat is wel leuk. Dat is wat we willen krijgen. En wat krijgen we nog meer? We krijgen krachtpunten. Boeit me niet. Ik wil wat Super zeldzaam. Bam, bam. Episch. Ja, kom maar met de episch. En we krijgen een spelerpictogram. Dit boeit toch helemaal niemand. Kom op, geef me wat leuks. Oh mijn god. We hebben weer episch. Geef me gewoon wat legendaries. We krijgen weer een mutatie. En we krijgen de mutatie van... Ik ken deze niet. Dit is bellen. Ik ken de knokker bellen niet. Ik ben best wel een noob in Brawl Stars. Oké, we openen deze nog even. Een legendary. Nee. We krijgen weer een spelerpictogram. Oké, ik wil dus in ieder geval vandaag al deze eieren openen. Maar ondertussen wil ik ook wat trofeeën krijgen. Want ik heb er namelijk maar 10.000. Dus weet je wat we doen? We pakken gewoon de knokker die level 1 is op dit moment. Stu. En we gaan even Godzilla Chaos spelen. En bij elke win ga ik gewoon weer wat eieren openen. Oké, ik heb geen flauw idee hoe dit werkt. We gaan het vanzelf zien. Er zitten wat mensen in die al een rang goud zijn. En oh mijn god, ik ben Godzilla... wat is nou de bedoeling? Nu moet ik volgens mij gewoon dingen kapot mappen. Ik ga gewoon mappen en ik zie het allemaal wel. Ik weet niet wat ik moet doen. Hallo. Oh, ik ben mijn eigen gebouw aan het slopen. Ik ben zo dom. Ik moet natuurlijk hun gebouwen slopen. Oh, kijk me schieten, joh. Ga even allemaal dood. Oké, dit is wat ik moet doen. Ik moet hun gebouwen slopen als Godzilla's zijnde. Dat denk ik in ieder geval. En ik moet dit potje winnen, want ik wil namelijk nog meer van die eieren openen. Hallo, hier zit iemand. Hier, ik ga gewoon allemaal lasers op jullie schieten. Wat denken jullie? Ik ben kapot dikke Godzilla. Ik ga iedereen slopen. Oké, wat is dit ding wat hier staat? Als ik dat sloop, hè, wat gebeurt er dan? Ik weet het niet. Ik ga gewoon blijven slopen. Ik ga gewoon iedereen laseren. En we gaan gewoon verder hakken. Het lijkt erop dat we dit potje gaan winnen, dus dat is wel een goed teken. Oh mijn god, auw. Au, ik word beschoten. Waar zijn mijn teammates? Nee, joh, teammates, kom mij eens helpen. Ja, hier, kom dan, vriend. Je bent bang voor Godzilla, weet je wat? Ik ga gewoon sowieso dood. Ik ga gewoon alles slopen. Kom, vriend. Ik ga je mappen, vriend. Oh mijn god, hij is bijna dood. Oeh, let's go. En dan even alles kapot laseren. Hoppa. Oh, nee. Nee, ik moet sneller slopen, want we gaan het potje verliezen. Nee, ik ben dood. Ik heb het idee dat we dit potje gaan verliezen. Dit is zo dom. Oké, wat moet ik nu doen? Ik moet nu mijn eigen gebouwen gaan beschermen. Dus we gaan even wat mensen killen. Hier, vriend, kom op. We moeten even alles slopen. We hebben een nieuwe Godzilla. Misschien is dat ook wel slow. Nee. Daar zat een Godzilla van hun. Dat is niet de bedoeling. Oké, we gaan dit potje sowieso verliezen, denk ik. Oh, is het best wel spannend. Oké, we leven weer. Oh nee, hier is weer een Godzilla. Als deze Godzilla gewoon doodgaat met zijn hoofd. Godzilla. Ja, let's go. Die Godzilla is dood. Nu moeten we het afmaken. Oké, ik weet niet wat deze special doet. Maar ik heb het zojuist verpest. Oké, hier zijn gebouwen. Als we deze gebouwen gewoon even slopen, dan komen we al een stukje verder. Kom op. Dit is denk ik meteen een van de spannendste potjes die ik ooit heb gehad. Oh, ik ben dood. Ik wil niet dood zijn. Kom op. Die Godzilla van hun, die moet gewoon even dood. Want die gaat alles verpesten voor ons. Godzilla, meneer. Ga jij eens even dood, alsjeblieft. Nee, nu ben ik zelf dood. Kom op, ze hebben nog maar 2%. We moeten dit potje winnen. En hebben wij een Godzilla? Wij hebben een Godzilla. Waarom sloopt die Godzilla niet alles? Let's go, we hebben gewonnen. Oh mijn god, ik zweep me dood. Dit was echt een spannend potje. Maar dat betekent wel dat ik weer wat eitjes mag openen. Ik krijg sowieso een eitje. En we krijgen een super... Oeh, we krijgen meteen een mutatie. Kijk, hier ben ik blij mee. De mutatie van Bo. Let's go. Oké, we gaan naar de winkel. We gaan weer wat eitjes openen. Let's go. Weer 6 nieuwe eitjes. En ik wil op zijn minst even 1 legendarisch hebben. Dat zou ik wel leuk vinden. We krijgen wel een mutatie, maar geen zeldzame volgens mij. We krijgen die van Pam. Oké. Kom op, geef me nog meer. Episch. Geef me legendary. We krijgen weer een mutatie. En we krijgen die van... Vanita. Kan je hier trouwens alleen maar mutaties uit krijgen? Of kan je... Oh, we hebben mythisch. We hebben mythisch. En we krijgen... Oh, we krijgen een nieuwe knokker. Of krijgen we een skin? Nou, dan is ook meteen mijn vraag beantwoord. Ik wil namelijk vragen, kan je hier ook skins uit krijgen? Ja, dat kan. Ik heb een skin gekregen van Bibi. Wat op zich wel leuk is. Wat krijgen we nog meer allemaal? We krijgen weer een mutatie. En dit is de mutatie van... van Shelly. Oké. En 200 muntjes. Hoeveel van die eieren krijg ik wel niet? Weer een mutatie.
De mutatie van... El Primo. Oké, dat is wel leuk. Oké, we gaan nog een potje doen. Alleen, ik ga even wat anders doen. Ik denk dat ik gewoon even een solo showdown ga doen. Want die kan ik denk ik wel een stukje sneller winnen. En in principe hoef ik ook niet meteen eerste te worden. Volgens mij moet ik in de top 5 komen. En dan telt het al wel als een win. Dus dat moet een stuk sneller gaan. En dan hoop ik gewoon dat ik zo snel mogelijk al die eitjes kan openen. En eens even kijken wat we allemaal krijgen. Oké, dit gaat op zich nog wel goed. Ik kan zoveel mogelijk van die tokens verzamelen. Oh nee, iemand gooit ding. Auw. Ah nee, hij is sterk. Oh mijn god, hij is kapot. Hoe sterk is deze guy? Alleen, ik heb 2 trofeeën erbij. Wat telt als een win, toch? Ik vind als je niet in de min gaat met trofeeën, dan telt het als een win. Weet je wat? We gaan gewoon weer even 6 van die eitjes openen. Let's go. Ik wil even iets legendarisch krijgen. Wat is trouwens beter? Legendarisch of mythisch? Van dat ik me kan herinneren, is mythisch beter. En we krijgen weer een mutatie. Weet je, die mutaties zijn leuk, maar om een of andere reden boeit het me niet heel veel, omdat ik ze dus de hele tijd krijg. Hier, een Rico-mutatie, leuk en aardig, super zeldzaam. Hier, zie je, we krijgen letterlijk alleen maar van die mutaties. Het boeit me gewoon niet zoveel. Ik wil gewoon... Oeh, we hebben iets episch. We krijgen weer een mutatie. Oh, van Colt. Misschien dat ik straks maar even wat van die mutaties moet gaan proberen. En we krijgen gewoon weer een mutatie. Ik weet niet of het goed is wat ik allemaal krijg. Ik ben nog best wel een noob in Brawl Stars. Maar was op zich wel leuk. We krijgen meteen een stickertje erbij. Dankjewel. En oké, als we weer een potje winnen, dan kan ik dus 12 eieren openen. Wat op zich wel leuk is. Dus laten we dat ook maar meteen even gaan doen. Ik denk dat ik weer met Rico ga doen. Want dit keer moet ik wel gewoon even winnen, oké? Oké, eens even koekeloeren. We gaan eerst even dit kistje slopen. Hoppa, die is kapot. Oh nee, er zit hier meteen iemand die stoer wil doen. Kom stoer. Ik ga gewoon mengen. Let op, ik ga mengen. En dan ga ik hem killen. Hem killen. Boom. Boom. Wat doet mijn special eigenlijk? Het is een van de klein rolletje of zo. Ik heb dus echt geen flauw idee waar ik daaraan heb, hè. Oh, hier is iemand die al best wel sterk is. Maar misschien kan ik hem gewoon nakken. Bam, doe ik mijn special. Wat doet mijn special? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik hier nu weg moet. En het is een showdown. Het is een 1v1. Dus ik vind sowieso wel dat we hebben gewonnen. Alleen, waar is deze? Oh, die guy is daar. Oh nee, hij heeft 6 krachtpunten. Dat is niet de bedoeling. Ik heb er namelijk maar 5. En wat is hij aan het doen? Hier, ik ga gewoon op hem schieten. Waar is deze guy? Au, au, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Nee, dit scheelt echt helemaal niks, hè. Maar, 8 trofeetjes erbij. Dus dat betekent dat ik heb gewonnen en dat we weer eitjes gaan openen. Eens even kijken. Dit worden 12 eitjes. Dat is meteen al een stukje leuker. En voor de eerste krijgen wij... we krijgen weer een mutatie. Het gaat gewoon meteen weer de goede kant op. En we krijgen een mutatie van Eve. En ik weet dus nog niet eens of ik deze knokker heb. Volgens mij wel. Ik weet dus alle knokkers ook niet eens meer uit mijn hoofd, hè. Zo lang heb ik dit gespeeld. Of niet meer gespeeld. Kom op. Oh, episch. Episch. Oh. Ja, maar waarom is dit episch? Dit boeit toch niemand? Of is het wel zeldzaam? Laat het even weten in de reacties. Ik heb namelijk echt geen flauw idee. We krijgen episch en... Dit is weer een spray, jongen. Dit boeit toch niet... Oh, we hebben mythisch. We hebben mythisch. Oké, eens even kijken. Wat ga ik krijgen? We krijgen... Oh mijn god, is dit een knokker? Is dit een nieuwe... Nee, een skin. Ik wil een nieuwe knokker. Maar ik krijg geen nieuwe knokker. Ik krijg geen nieuwe skin. Ik wil geen nieuwe skin. Of is het wel een goede skin? Wacht, waar kan ik trouwens al mijn skins zien? Volgens mij, als ik naar de winkel ga, dan weet ik niet zeker hoor. En dan hierheen, dan kan ik hier dus alle skins zien die ik heb. Ik heb 5 van de 49 normale. Maar eens even kijken. We gaan bij mythische skins. Heb ik er 1. Legendary skins heb ik er 0. Episch heb ik er 3. Mythische skins 1. Welke heb ik dan? Oh, ik heb deze van Shelly. Die is wel vet. Dat is wel een vette skin. En ik heb trouwens ook weer meteen dingen van de Brawl Pass. Wat hebben we allemaal? Edelstenen. We hebben... Hoe heet dit ook alweer? Upgrade kans. Wat is dit? Een verdubbelaar. Nee, weet ik niet. Wat krijgen we hieruit voor iets leuks? We krijgen... munten. Oké, dat boeit dus echt helemaal niemand, hè? We gaan gewoon nog een potje showdown doen, want ik moet er eentje winnen. En ik heb zo'n idee dat dat met dit potje wel goed gaat komen. Zo. En dan pakken we deze er ook nog even bij. Even snel voordat iemand me... Oh, nee, ik word genaaid. Ik word genaaid. Kom dan, kom dan. Hier. Boom. Boom, ik pak je. Waarom gaat dit niet kapot? Oeh, redden voor mijn leven. Ik ben hier weg. Later. Hier, ik schiet gewoon achter mijn vriend. Kom, kom. Niet zo stoer doen. Oh, ik ben echt bijna dood. Ik weet dus niet wat die special is. En dat vind ik heel vervelend. Ik ga hierna gewoon even een andere knokker selecteren. Want ik vind deze niet fijn. Eigenlijk moet ik gewoon de hele tijd gaan... Oh nee, hij is... Oh, El Primo is veel te sterk. El Primo is te sterk. El Primo is te sterk. Maar El Primo gaat dood. Waarom ga ik El Primo pushen? Hij is zelf dood te gaan. Wat? Zit er iemand in de bosjes of zo? Ik heb geen idee, maar ik vind het helemaal prima. Hier, wat is dit? Volgens mij kan ik van heel close range gewoon iemand keihard een beuk geven. En er is nog maar 1 knokker over. En ik weet niet waar die... Oh, die is daar.
Daar. En hij was al best wel weer. Kom op, lekker. We hebben gewonnen. Dit is top. Kijk eens, 10 trofeetjes erbij. Kijk, zo komen we er wel, hè. En we krijgen meteen weer zo'n sterretje. En we krijgen iets episch. Geef me een knokkertje. Dit wil ik niet. Kijk, meteen weer even lekker wat muntjes erbij. Die gaan we natuurlijk ook weer allemaal even claimen. Dankjewel. En we gaan gewoon weer 12 eitjes openen, want ik heb weer een potje gewonnen. We krijgen episch, mythisch. Geef me een legenda... Kom op. We krijgen wel weer een skin, of is het een knokker? Dit is een skin. Oké, die is wel leuk. Ik wil nog meer skins. We krijgen episch. Kom op. We krijgen een epische mutatie. Maar kan je dus ook mutaties krijgen van skins die je niet hebt? Of van knokkers die je niet hebt? Dat weet ik dus niet. Daar gaan we achterkomen. Misschien nu. Nee, want deze heb ik. Kom op, wat krijgen we? We krijgen 3 mutaties achter elkaar. Dat is op zich wel leuk. Van Gil. Kunnen we er 4 achter elkaar krijgen? Nee. We krijgen weer iets super zeldzaams. We krijgen weer een mutatie. We krijgen... Stu. Die kunnen we meteen wel even gaan proberen. Nee, trouwens, ik ga een andere knokker gebruiken, want ik vind Stu vervelend. We krijgen nu... van Max. Die is ook wel leuk. En we krijgen wat bling. Wat kan je dus trouwens met al dat bling? Laat het even weten, want dat weet ik ook niet precies. Dat waren alle eitjes weer. En hier kan ik zien van wat ik wel en van wat ik niet de mutatie heb. En volgens mij kan je dus geen mutaties krijgen van knokkers die je niet hebt. Dat is op zich wel jammer. Maar ik heb bijna dus alle mutaties al. Dat is wel leuk. Oké, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga een knokker selecteren die ik nog nooit heb gebruikt. Namelijk deze. Dit is namelijk Buzz. Ik heb geen idee hoe die werkt. En ik ga gewoon meteen ook die mutatie even uitproberen bij Godzilla Event. En dan ben ik heel benieuwd wat deze... Oh, jongen, nu ben ik weer die Godzilla. Nou, ik wil die Godzilla helemaal niet zijn, want ik wil die mutatie proberen. Maar op zich wel leuk, kan ik gewoon iedereen mappen. Weet je wat, ik ga gewoon die gebouwen mappen. Hier, even een paar lasers op jullie kop, allemaal dood. En dan schiet ik een lasers op al die gebouwen. Kijk eens, zo komen we er wel. Weet je, natuurlijk wil ik het potje ook wel winnen. Dus moet ik natuurlijk wel ook een beetje een goede Godzilla zijn. Hier, Godzilla tegen Godzilla. Kom dan, vriend. Hier, mijn super laser power. En dan nog een keer een laser power. Hoppa, Godzilla dood. En hoppa, nog een keer een laser power. Ik ben zo keihard aan het winnen, jongen. Dit is niet normaal. Oké, ik ben in ieder geval dood. En nu wil ik geen Godzilla zijn. Want ik wil namelijk die superpower proberen. Of die mutatie proberen. Hoe je dat ook noemt. Weet je, soms kan ik gewoon een beetje rare dingen zeggen. Omdat ik gewoon niet zo vaak Brawl Stars speel. Weet je wat? We gaan eerst dit even allemaal slopen. Dat gaat alleen niet heel erg snel. En wat kan dit eigenlijk? Ik ga gewoon dit ding even slopen. Ik schiet een soort van ijsballetjes of zo. Ik heb echt geen flauw idee wat ik kan doen, man. Maar ik wel weet dat ik nu waarschijnlijk dood ga. Dus ik moet even rennen voor mijn leven. En ik weet dus ook niet wanneer ik die mutatie dus kan gebruiken. Ik heb hier in ieder geval mijn super. En ik schiet die gewoon daarop. Oké, dat sloeg er helemaal nergens op wat ik net deed. Als die Godzilla van ons gewoon dit allemaal even sloopt, dan vind ik het helemaal best. En dan heb ik die mutatie niet eens nodig. Ik heb namelijk geen flauw idee hoe je dat gebruikt. Kijk, we slopen dit even en dan hebben we het potje gewonnen. Easy, makkelijk. Kijk eens, 8 trofeetjes erbij. Helemaal prima. Bus Torpedo Warp heeft een hoger bereik. Daarom kon ik hem niet inzetten. Hij zit er gewoon automatisch op. Oké, ik snap het al een beetje, denk ik. Ik begin het steeds minder en meer te snappen. Oké, het is in ieder geval tijd voor weer 12 eitjes. Eens even kijken wat wij allemaal kunnen krijgen. Zo, we krijgen super zeldzaam. Boeit me niet. Ik wil gewoon op zijn minst 1 legendarisch iets krijgen. En dat krijgen we... Oh mijn god. Op het moment dat ik het zeg, krijgen we het ook gewoon. We hebben een legendarisch item. Maar wat ga ik krijgen? Kom op, hoeveel moet ik wel niet zo sliden hiervoor? We krijgen... dit is een skin of... Dit is een skin. Rode Super Ranger Brock. Oké, deze is echt vet. Deze gaan we sowieso gebruiken hierna. Oké, kom op. Geef me 2. 2 achter elkaar. Ik dacht dat we 2 legendaries achter elkaar kregen. Dat was zo vet geweest. En kom op. Weer een legendary. 2 mythisch achter elkaar. Dat is op zich ook wel vet. Oh mijn god. We hebben weer een legendarische. Hoe krijgen we opeens van die legendarische achter elkaar? Wat krijgen we? We krijgen... Dit... Heb ik deze niet net gehad? Nee, weer eentje voor Brock. We hebben nu een zwarte Super Ranger Brock. Maar ik had net ook al... Tuurlijk, ik ben er wel blij mee. Maar ik had liever van een andere skin gehad. Of van een andere knokker. Oké, we gaan sowieso Brock even selecteren. En dan gaan we even een skin aandoen. Ik heb deze. Wat, deze heb ik ook al gewoon al. Huh? Maar dat is een... Hè? Het was toch een legendarische? Waarom staat er dan nu dat het zeldzaam is? Dat snap ik niet. Laat even weten in de reacties of dit een beetje goed is. Ik heb namelijk echt geen flauw idee. Want kijk,
Hier linksboven staat namelijk zeldzaam. Weet je wat? Boeien, gewoon selecteren. En kijk, nu bij legendarische skins staat er ook niet dat ik een legendarische skin heb. Ik ben gewoon een beetje noob. Ik zal het wel weer aan mijn fout hebben. Weet je wat? Potje showdown, solo. En als we winnen, ga ik weer wat eitjes openen. Maar eerst even flexen met mijn nieuwe skin. Oh mijn god, kijk dan hoe goed al deze mensen zijn. Oh, dit gaat nog wat worden. Oké, we schieten even die raketten. Zo, dankjewel. Wat gebeurde daar nou? Wat heb ik daar nou net neergezet? En wat doet dit eigenlijk wat ik nu doe? Ik heb geen idee. Ik ga zo dood. Nee, Shelly gaat dood. Lekker. Wat zijn die dingen die ik krijg? En wat is dit ook alweer? Oké, dat weet ik weer. Er komen een soort van... Kijk, wat zijn die poppetjes? Wat doen die dingen? Ik heb echt geen flauw idee, hè? Oké, weet je wat? Laat ik sowieso... Oh mijn god. Nee. Ik ben zo dood. Ik wist het. Oh, dit was zo dom. En ik heb verloren. 3 trofeeën eraf. Dat is wat minder leuk. Weet je wat? We moeten nog zoveel eieren kopen. Ik ga gewoon lekker kopen. Oh, hebben we niet gewonnen. Maakt me niet meer uit. Ik ga gewoon blijven openen. Ik wil gewoon even kijken wat ik allemaal nog kan krijgen. We krijgen episch, mythisch en... We krijgen bling. Boeit me niet. Ik wil iets legendarisch hebben, alsjeblieft. Nee, wil ik niet. Weer munten erbij. Vind ik ook wel prima. We krijgen weer bling. En dat waren de 12 munten alweer. En weet je wat? Omdat we net zo keihard hebben verloren en ik eigenlijk een beetje sip ben daardoor. We gaan er gewoon nog even 12 openen. Ik krijg wel echt heel veel credits. En dan kan ik uiteindelijk toch een nieuwe knokker krijgen. Dus dat is wel leuk. Oh. We hebben legendarisch. Kom maar door. Met een lekker skin. Dit is weer Brock. Hè? Roze Super Ranger Brock. Kan ik alleen maar skins van Brock krijgen hieruit of zo? Jullie moeten me echt even helpen in de reacties hoor. Want ik snap er echt weer helemaal niks van. Oké, we krijgen weer episch. We krijgen een pictogram. Boeit me niet. En kijk, nu krijg ik weer een skin van Brock. Volgens mij kan ik gewoon alleen maar skins van Brock krijgen. Maar wat ik mij dus nu afvraag is of dat wel een legendary skin was die ik zojuist heb gekregen. Dus even kijken. Nee, dat was ook geen legendary skin. Hè? Weet je wat? Nu wil ik weten hoe het werkt ook. Ik ga gewoon even al die eieren kopen. En dan ga ik gewoon blijven openen totdat ik misschien weer een nieuwe skin krijg. En dan ga ik kijken of dat weer een skin wordt van Brock. Ik heb namelijk echt geen flauw idee hoe dit allemaal werkt. Geef me al die eitjes. We krijgen weer wat credits. We krijgen... iets episch. Nee, boeit me niet. We krijgen weer wat bling erbij. We krijgen weer wat credits erbij. En... nieuwe knok. Deze heb ik zojuist unlocked natuurlijk. Oké, we hebben sowieso een nieuwe knokker gekregen. Dat is wel leuk. Begin een knokker van de zeldzame epische blablabla te ontgrendelen. We gaan wel voor Griff. Want waarom niet? Ik heb geen idee welke goed is. En we gaan weer eitjes openen. En ik wil eigenlijk gewoon mijn nieuwe knokker gewoon meteen even proberen. Eerst even die laatste eitjes openen. Zo... Dankjewel voor alles wat ik een beetje krijg. En volgens mij heb ik nu trouwens alle mutaties al. Even kijken, heb ik alle mutaties? Nee, ik heb niet van Bibi, niet van Daryl. Nee, ik heb niet alle mutaties. Al weet ik niet eens of elke knokker wel een mutatie heeft. Maar we gaan even de nieuwe knokker proberen, namelijk Bonnie. En we doen gewoon een solo showdown. En dan ga ik eens even kijken of ik dat potje kan winnen. Als ik het potje namelijk win, dan ga ik weer verder met die eieren openen. Oké, het is sowieso een knokker met best wel long range. Dus ik kan die bim, raket op je bek schieten. Hoppa. Hier, die gaan we gewoon even killen. Kom. Ja, wat ga je doen? Nu ben je bang, hè? Nu ga je dood, hè? Hoppa, die is dood. Oké, kijk, hier kan ik wat bommen gooien, wat ook meteen top is. Die gooien we meteen daarop. Oh nee, ik dacht dat ik bommen kon gooien. Ik weet niet wat ik zojuist heb gedaan, maar dat is goed gegaan. Daar ben ik blij mee. En huh? Nu heb ik opeens... mijn kanon is weg. Nu ben ik opeens veel kleiner. Alleen weet ik niet of ik nu ook sterker ben. Wacht. Hier zit iemand in de hoek. Die gaan we even proberen te pakken. Zo, die is ook dood. En nu heb ik dus mijn kanon weer terug. En het is een showdown. Oh mijn god. Het is tijd voor een showdown. Eerst wil ik even dit hier hebben. Kom op. Nee. Dit was dom wat ik zojuist heb gedaan. Au. Oké, ik heb long range. Dus ik kan pam vanaf hier best wel hard raken. En dan hier zo op haar hoofd. Hoppa, wat damage gedaan. En het potje gewonnen. De eerste met de nieuwe knokker. Let's go. Geen flauw idee wat ik allemaal heb gedaan. Ik vind het prima. En omdat ik zo blij ben, gaan we gewoon elk overig eitje wat ik nog kan kopen, ga ik nu gewoon kopen en alles openen. Oh. We krijgen een nieuwe mutatie. Oké. En we krijgen... Nee, tuurlijk van Bonnie. Logisch. Die heb ik net unlocked. Had ik kunnen weten. We krijgen iets episch. We krijgen weer credits erbij. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon even alles openen en ik ga pas laten zien als ik wat leuks krijg, want dit is allemaal best wel saai. Oké, we zijn weer 12 eitjes verder. Niks leuks gekregen. We gaan weer verder openen. Ik wil gewoon op zijn minst iets mythisch of legendarisch krijgen. Ik wil nog één keer iets legendarisch krijgen. Dat lijkt me wel leuk. Dit is niet leuk. Oké, we hebben iets mythisch. Alsjeblieft legend... Nee, geen legendary. Bling. Oh, ik wil geen bling. Oké, nog 12 eitjes. Waarom ook niet? Daar gaan we. En we hebben meteen iets mythisch. Oeh.
Oh, weer bling. Oké, we hebben nog 24 eieren. En ik denk dus dat ik met die 24 eieren nog een nieuwe knokker ga krijgen ook. Want als je kijkt daar naar boven, hebben we dus bij... Oh mijn god, we krijgen wat mythisch. Hebben we dus bijna genoeg om die nieuwe knokker te unlocken. En nog een paar credits en dan heb ik hem. Laten we het op zijn minst afsluiten met nog één keer even een nieuwe knokker. Kom op, 50 credits erbij. Nog één keer credits. Ja, let's go. Kijk, kom maar met die nieuwe knokker. Griff, let's go. En welke mythische knokker gaan we de volgende keer ontgrendelen? Ik vind Gray wel leuk. Geen idee of je goed is, maar we zien het wel. Oh, episch, mythisch, legendarisch. Legendarisch, let's go. We sluiten het nog goed af met een skin, denk ik. Of is dit een nieuwe knokker? Nee, dit is een skin. Ultra Jackie. Oké. Kom op. We krijgen weer... Oeh, ik dacht dat ik twee keer legendarisch achter elkaar kreeg. Oeh, nou, ik krijg wel twee skins achter elkaar. Dat is wel leuk. En dat waren alle eieren. En dat betekent dat ik nu deze guy kan unlocken. En is dit nou een knokker? Nee, dit is een skin. Rode Godzilla bus. Oké, dat is op zich wel grappig. Oh, en ik kan ook weer zoveel unlocken van de Brawl Pass. Laat even weten in de reacties of ik dat ook moet doen.